onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid, die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten met het zingen van de morgenzang, de versen 1, 5 en 6. Wij danken u, barmhartig God, beschikker van ons delen en lot, voor uw hoede en trouwe wacht ons weer betoont in deze nacht. En vervolgens bidden wij ook met vers 5 en 6 of de Heere ons hart wil verlichten en zijn zegen wil schenken bij de opening van zijn woord. Morgenzang 1, 5 en 6. Wij luisteren naar de wet die de Heere God ons gaf als een richtsnoer voor ons leven. En we mogen die ook zien als een spiegel waarin we ons leven mogen spiegelen voor Hem. Of wij leven tot zijn eer. En dan hebben we ook de genade van de Heere Jezus Christus nodig voor de vergeving van al onze zonden. Wij willen aansluitend met elkaar zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 49. Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten.
duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Of zijn dienaar, of zijn dienares, of zijn rund, of zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten wij bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Wij denken in onze dankzegging aan broeder en zuster Ruben en Nanda Schuurman-Aalbus van de Oude Veen 3. Ze hebben afgelopen vrijdag gevierd dat ze 25 jaar getrouwd waren. Wij denken in onze dankzegging en voorbeden aan onze meelevende broeder Huizinga van de Bachlaan 57. Hij werd geopereerd aan prostaatkanker en de operatie is goed verlopen. Er zijn ook geen uitzaaiingen gevonden. En we willen ook bidden om verder herstel, wanneer hij nu thuis ook moet herstellen. We bidden voor broeder en zuster Van de Arend. Zij zijn meelevende leden van het Prinses Christina plantsoen. Broeder Van de Arend is verhuisd naar de nieuwe locatie van het Boveneind. En dat is voor hem erg ingrijpend en ook verwarrend. En zuster Van de Arend is onlangs geopereerd aan haar heup. Wij bidden voor dominee Van Beek, Fluvia 2. Hij heeft in de nacht van zondag op maandag een hartinfarct gehad. Hij is de dag erna gekatheteriseerd en inmiddels weer thuisgekomen. Wij bidden voor onze broeder J.W. Schuurman van de Weverij 38. Hij moet 2 oktober een hartoperatie ondergaan in het ziekenhuis in Nijmegen. Een grote ingrijpende operatie vanwege aneurysma. We dragen hem en alle die hem lief zijn aan de Heere op. Wij denken ook in onze voorbeden aan broeder H. Simons van de Goorsteeg 2. Hij is deze week 's nachts onwel geworden. In het ziekenhuis is een longontsteking geconstateerd en er is ook gebleken dat hij een hartinfarct heeft gehad. Hij is op dit moment weer thuis, moet eerst herstellen van de longinfectie en zal dan later een hartoperatie moeten ondergaan. Wij denken ook aan zuster Hetty Dekker van de dag.
baan 20. Zij is deze week geopereerd aan haar zenuwstelsel in verband met de doorbloeding naar haar handen. De operatie is goed verlopen, maar ze verblijft nog wel in het ziekenhuis in verband met hevige pijnklachten en misselijkheid. Laten we zo met elkaar de Heere aanroepen om zijn zegen in deze dienst. Heere, wij komen tot u en we hebben het gezongen. Heer, we hebben het al biddend gezongen of u uw zegen wil geven bij uw woord. Want dat is waarom we hier vanmorgen zijn. Uw woord ligt als het ware in ons midden. En dat gaat straks open. We hebben het al open gedaan toen we uw wet ontvingen. Ook dat is uw woord wat tot ons spreekt. En heren, we hebben het met de dichter van Psalm 119 meegezongen. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel om die de hele dag steeds weer opnieuw in praktijk te brengen, te betrachten. Ja, heren, dat kan een voornemen zijn, maar u weet wel hoe moeilijk dat is voor ons zondaar. Die een hart met zich meedragen dat eigenlijk helemaal niet op u gericht is. Dat u niet zoekt en dat uw woord ook niet zoekt. En daarom zijn we vanmorgen hier, heren, ook met onze schuldbelijdenis. Want als u met ons zou doen naar onze zonde, wie zou dan voor u kunnen bestaan? Als u onze ongerechtigheden zou nemen voor wat ze zijn, heren, dan is er geen hoop. Want dan zou het recht krom worden. En u houdt vast aan uw recht. U houdt vast aan wat u oorspronkelijk bedoeld heeft toen u deze wereld schiep en toen u ook ons als mensen, als kroon op de schepping schiep. Dat wij in volmaaktheid u, Heere, zouden liefhebben. Dat we in volmaaktheid onze naasten zouden liefhebben. Heere, we staan schuldig tegenover u. En dat is wat uw woord zegt en gezegd heeft zojuist. Maar Heere, we hebben reden om dan toch hier te komen vanmorgen en die Bijbel open te doen. Want er is vergeving, altijd bij u geweest. En Heere, vanuit die vergeving die gekomen is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wilt u ons nou vanuit uw woord onderwijs geven. Opdat wij op u, Heer Jezus, ons vertrouwen zouden stellen. Dat we vanuit de vrijheid die we dan ontvangen, u zouden dienen, midden in het leven waarin u ons plaatst. Heer, we zijn ook midden uit dat leven gekomen. U weet wat er in ons omgaat. U weet waar we mee te maken hebben. U kent onze zorgen. U kent ons verdriet. U weet het, Heer, wanneer we in de achter ons liggende week ook wat dat betreft veel hebben meegemaakt. Heer, dan bidden wij u, wilt u ons vertroosten en wilt u ons moed en krachten geven? Wilt u dat doen, Heer, niet om iets uit ons, want wij staan schuldig, maar wilt u dat doen omwille van uw genade? Omdat er genade is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voor allen die u aanroepen en die het bij u zoeken, Heer, die laat u het niet staan. Daarom bidden wij, wees met hen die moeite en ziekte kennen, welke wijze dat ook is, wees hen nabij. En Heere, dan noemen wij u ook namen van hen. Wij bidden u voor broeder en zuster van de Arend, wanneer broeder van de Arend ook naar het nieuwe gedeelte van het boveneind ging, wat voor hem heel verwarrend is. We bidden u voor zuster van de Arend die onlangs werd geopereerd. Heer, wees u hen nabij, ook in de avond van het leven. Geeft u hun rust. Ja, Heer, laat het rust mogen zijn in u. En wees u in en om hen heen, Heer, met uw aanwezigheid. Heer, dat bidden we ook voor dominee Van Beek. Nu hij in de afgelopen week een hartinfarct kreeg. Heer, wij willen u danken dat er een behandeling kon plaatsvinden en dat hij ook weer huiswaarts mocht keren.
Wees u hem nabij, Heere. Wilt u geven dat hij ook in al deze omstandigheden mag doen wat hij anderen ook zo vaak heeft voor mogen houden. Namelijk zien op u. Hoop en troost en kracht putten uit die bron die u bent, Heere Jezus Christus. Bron van goedheid en ontferming. Heere, wij bidden u voor broeder Schuurman, die aankomende week een ingrijpende operatie moet ondergaan. Heere, u weet van zijn toestand af. Wilt u geven dat de handen van de doktoren gezegend worden? En dat de operatie goed mag verlopen? Een operatie waar zoveel risico's aan kleven. Heere, weest u hem nabij en wilt u hem er doorheen leiden? Geef dat hij gespaard mag blijven voor zijn vrouw, voor zijn kinderen en familie. En Heere, geef dat zo zijn hoop ook op u mag zijn. En Heere, u weet het, dat ook het diepste verlangen van zijn hart is, dat u mee zult gaan. Weest u hem nabij, Heere, en geef dat hij op u mag vertrouwen. Wij bidden u voor broeder Simons, wanneer ook hij in de afgelopen week onwel is geworden en een hartinfarct kreeg en daarbij ook een longontsteking heeft. Heere, u kent ook zijn kwetsbare situatie. We danken u, Heere, dat hij juist eerder ook goede uitslagen kreeg van onderzoeken die gedaan werden. Maar nu gebeurt dit. We dragen hem samen met zijn vrouw en alle die om hen heen staan aan u op. Wees u nabij. En wilt u geven dat hij door u ook beschermd wordt, ontfermt u over hem. Heere, wij bidden u voor zuster Hetty Dekker. Wilt u haar herstel geven? Nu de operatie achter de rug is, maar ze nog in het ziekenhuis moet blijven. Wilt u geven dat de klachten waar ze last van heeft mogen afnemen. En dat ze zo ook weer huiswaarts kan keren. En Heere, zegent u haar en omringt u haar ook met uw hulp en nabijheid. Heere, wij danken u dat broeder Huizinga geopereerd werd en dat de operatie goed is verlopen, er ook geen uitzaaiingen gevonden zijn. Dat is goed bericht en daar willen wij u de eer en de dank voor geven. Maar wilt u ook verder bij hem zijn, Heere, wanneer hij nu thuis moet herstellen en dat niet altijd meevalt? Wilt u voor hem zorgen en gaat u hem voor? En geef dat hij ook in alles zijn vertrouwen op u mag stellen. Heere, wilt u ook zijn bij Ruben en Nanda Schuurman? We danken u, Heere, samen met hen dat ze in de afgelopen week 25 jaar getrouwd waren. U heeft hen al die jaren gegeven en ze hebben veel zegeningen uit uw hand mogen ontvangen. Heere, we willen u daarvoor danken en loven en prijzen. En wilt u ook met hen meegaan de toekomst in? Geef dat ze samen ook met u mogen leven in afhankelijkheid van u en van uw woord. Heere, wij bidden u voor de stichting Steun Messias Belijdende Joden, waarvoor we vandaag onze gaven mogen geven. Heere, wilt u het werk van deze stichting zegenen, wanneer ze Joden ondersteunen die u, Heer Jezus, hebben gevonden als de Messias. Vaak verkeren ze in moeilijke omstandigheden. Heere, wilt u hen tegemoetkomen met uw hulp en met uw zegen. Geef dat ze zo u, Heer Jezus, als de Messias groot mogen maken. En wanneer wij ook veel van hen kunnen leren. Heere, wilt u geven dan dat we ook daarin veel van hen mogen ontvangen. Heere, wij bidden u ook voor het Joodse volk, dat waarmee u uw weg ging door de woestijn heen naar het beloofde land Kanaan, en waaraan u uw belofte gaf. Heere, wij bidden u of u ook hen die u, Heer Jezus, nog niet als de Messias hebben gevonden, het deksel wil wegnemen, dat ze u zullen zien, dat ze bij de schriften u, Heer Jezus, mogen ontdekken als de verlosser en de zaligmaker van hun ziel. Heere, wij bidden u of u zo met ons wil zijn in deze dienst. Geef in ieder wat nodig is, ook als we een taak hebben. Heere, geef ons uw Heilige Geest boven alles. En dat zo uw woord in deze dienst mag klinken. Wilt u vanuit uw woord spreken, Heere, tot ons hart, wanneer u ons
vanmorgen ook verder onderwijs geeft over hoe we in deze wereld en in deze maatschappij christen mogen zijn. Laat uw woord dan voor ons opengaan. Geef ook uw dienaar alles wat nodig is daartoe. En hoort u zo naar ons gebed. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, wie van jullie heeft wel eens een echte soldaat gezien? Steek je vinger eens op. Wie heeft wel eens een echte soldaat gezien? Ik zie daar een vinger. Ook daar nog één. Toch niet zo heel veel. Ja, een echte soldaat. Vroeger kwam je ze nog wel eens tegen in de trein. Ik kwam ze wel eens tegen. Op vrijdag als ik terugging, had ik gestudeerd en dan ging ik terug en dan zaten ze in de trein. En dan zag je zo'n soldaat en je wist meteen dat is een soldaat. Want waar kun je een soldaat aan herkennen? Hoe ziet een soldaat eruit? Ja? Een groen pak aan, hè? Een soldatenpak heeft hij aan. En wat heeft een soldaat nog meer nodig om echt soldaat te zijn? Wat heeft hij op zijn hoofd? Ja, een helm. En wat heeft hij vaak in zijn handen? Ja, nou vaak weet ik eigenlijk niet. Maar wat heeft hij nodig als het nou echt mis zou gaan en er zou oorlog komen? Wat heeft hij dan nodig? Ja, daarachter. Een geweer, ja. Een geweer inderdaad, hè. Dat heeft hij nodig. Nou, ik heb een plaatje meegenomen. Hier zie je er een. Zo'n stoere soldaat, zie je wel? Met een helm, met een uniform en met een wapen. Nou, vanmorgen gaat het in de preek erover, jongens en meisjes, dat je dat als christen eigenlijk ook nodig hebt. Ja, natuurlijk niet echt. Maar wel dat je een uitrusting nodig hebt van de Heere God. En die bestaat eigenlijk ook uit een wapen, een uniform, ja, en ook nog een opdracht. Iets wat je moet doen. Een soldaat heeft ook opdrachten nodig. Die doet niet zomaar wat. Die wordt gestuurd door een generaal of zo. Nou, als christen, zo gaan we lezen, dat schrijft Petrus, is je wapen dat je steeds aan de Heer Jezus denkt. Bijzonder wapen, ga ik uitleggen. Denk eraan dat hij gestorven is, zegt Petrus, aan het kruis. En dat hij is opgestaan in een nieuw leven. En als je in hem gelooft, dan ben jij dus ook gestorven voor de zonde en je mag een nieuw leven beginnen. Dat is één. En je uniform is dat je weet dat je een christen bent. Zoals je in de trein kunt zien. Hé, dat is een soldaat, want die heeft zo'n groen pak aan. En je kunt het aan deze ook zien. Daar twijfelt niemand aan. Maar zo moet je ook bewust zijn dat je een christen bent. En dat heeft dus ook gevolgen voor wat je doet of juist ook niet doet. En het derde is, je krijgt een opdracht. Een opdracht wat je juist wel moet doen. Dat is dat je de wil van de Heere God doet. Wat Hij goed vindt voor jou. Nou, dat gaan we lezen in de Bijbelgemeente. Wij lezen 1 Petrus 3. We maken een vervolg met de serie preken uit de eerste Petrusbrief. 1 Petrus 3. We lezen vanaf vers 13 tot hoofdstuk 4, vers 11. 1 Petrus 3 vanaf vers 13 tot hoofdstuk 4, vers 11. En na de lezing zingen we uit Psalm 139, vers 1, 2 en 14. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten. Opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasten. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardig, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook
toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en ze belasteren u. Maar ze zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat ze wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden, maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder mor. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.
gemeente, wij willen gaan luisteren naar 1 Petrus 4, de versen 1 en 2. 1 Petrus 4, vers 1 en 2. Daar lezen wij: Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Een aantal weken geleden hebben wij ook al geluisterd naar de aanwijzingen die de vreemdelingen in de verstrooiing krijgen. De apostolische aanwijzingen, de apostel Petrus, voor een christelijk leven. En dat vervolgen wij vanmorgen, deel 2, christelijk leven, aanwijzingen voor vreemdelingen. Drietal aanwijzingen die we dan krijgen. Leef gewapend, leef bewust en leef doelgericht. En na het amen van de preek zingen we uit Psalm 52, de versen 1, 5, 6 en 7. Gemeente van Christus, is het leven van een christen in deze wereld nou makkelijk of juist moeilijk? Hoe ervaar jij dat eigenlijk? Op zondag hier in de kerk, dan is het denk ik makkelijk om hier te zijn, om je te geven, om mee te doen, om te luisteren. Maar goed, daar kun je soms ook wel eens je problemen mee hebben. Maar goed, je bent hier en dat gaat oké. Maar dan ga je de deur uit en dan is de zondag afgelopen, dan wordt het maandag en dan ga je weer aan het werk. Dan ga je naar je studie, dan heb je weer je taken in het gezin. En hoe is het dan? Is leven als christen, dat je echt christen bent, is dat dan moeilijk of makkelijk? Wij lezen vanmorgen verder in die eerste brief van Petrus en daarin geeft hij ons daarover onderwijs. Wat dat nou eigenlijk is, christelijk leven. Een aantal weken geleden hebben we stilgestaan bij het laatste gedeelte van hoofdstuk 2 en het eerste gedeelte van hoofdstuk 3. En toen zagen we dat Petrus in dat gedeelte ons erop wijst dat christelijk leven betekent dat je het voorbeeld van de Heer Jezus Christus navolgt. De Heer Jezus die heeft ons een voorbeeld nagelaten hoe je dat moet doen, christen zijn. Dan moet je, zo maakt Petrus duidelijk in zijn brief, je moet het steeds spiegelen aan de weg die hij is gegaan in zijn lijden en sterven. Als je kijkt naar hoe de Heer Jezus zich toen heeft opgesteld, wat hij wel en wat hij niet gedaan heeft. Hij werd uitgescholden, maar hij schold niet terug. Hij moest lijden, maar hij kwam niet in opstand. Hij verhief zich niet. Een weg van onderdanigheid. Een weg van dienstbaarheid. Een weg van lijden ook. Zo moet je als christen nou ook zijn. Zo hield Petrus ons voor. Leef met ontzag voor wie boven je gesteld is, ook al betekent dat misschien dat je onrecht wordt aangedaan. Maar kom niet in opstand. Ook niet als je steeds meer reden zou hebben om dat wel te doen, omdat het steeds moeilijker wordt. En je voor je gevoel als christen in het nauw dreigt te komen. Want zo ervaarden zijn eerste lezers dat ook. Ze merkten dat de wereld om hen heen aan het veranderen was. Tijdlang hadden ze betrekkelijk rustig als christen kunnen leven. Maar nu onder invloed van de keizer in Rome, Nero, wordt het langzaam steeds anders. Steeds meer anders. En ze voelen de gloed van het vuur van de vervolging toenemen. Dat vuur dat voor Nero zal gaan uitlopen op die brand van Rome, waar hij de christenen de schuld van zal geven met afschuwelijke martelingen en vervolgingen tot gevolg. Het is onderweg. Petrus zegt, kom toch niet in opstand. Scheld niet terug, want de Heer Jezus deed het ook niet. Blijf
blijven in plaats daarvan het goede zoeken, de vrede najagen en doe het vanuit je hart. Vanuit een, zeg maar, een innerlijk ankerpunt van iets wat daar in je hart mag leven. Waar je van overtuigd mag zijn. Zoals hij dat in hoofdstuk 3 vers 15 dan met andere woorden ook onder woorden brengt. Dat hebben we net gelezen. Heilig God, de Heere in uw hart staat daar. Richt je op de Heer Jezus. Heilig hem, zet hem apart. Wees met hem bezig. Vul je hart steeds weer met de kennis van zijn naam. Want vanuit die bron kun je hem dan ook werkelijk navolgen. En dan neem je hem daarin dus als voorbeeld. Zoals hij in Gethsemane worstelde met God en hem zocht in het gebed. Zo mogen wij als christenen met God worstelen en hem zoeken in ons gebed. Leef vanuit die verbinding, vanuit je hart, vanuit je relatie met de Heer en leef dan ontzaglijk. Kom niet in opstand. Petrus had dat zelf ook moeten leren, gemeente. Hij had ooit zijn zwaard gegrepen. Hij kwam in opstand. Maar Jezus had tegen hem gezegd, nee Petrus, steek je zwaard weg. Laat het oordeel over aan God, die eenmaal rechtvaardig zal oordelen. En ga jij ondertussen je weg, goeddoende. Zoek de vrede. Nou gemeente, dat heeft Petrus zeg maar in het voorgaande ons duidelijk gemaakt. En nou is Christus sterven en lijden natuurlijk meer dan alleen maar een voorbeeld voor hoe wij ons moeten gedragen. Petrus die ontkent dat zeker niet. De betekenis is groter dan alleen maar een voorbeeld. Want het betekent ook, en dat maakt Petrus ook duidelijk, dat hij onze zonde op zich genomen heeft. Hij is die weg plaatsvervangend gegaan. Hij is die diepste dood en Godverlatenheid ingegaan, opdat hij de straf zou dragen die wij verdiend hebben. Straf van de eeuwige dood. Die er is omdat u en ik zondaren zijn. We hebben God verlaten. Dat deden Adam en Eva in het paradijs. Maar dat zit ook in ons allen. Dat doen wij ook steeds weer opnieuw. Zo kom je bij je geboorte ter wereld. We zijn als het ware helemaal één met die wereld, die onder de vloek ligt van de eeuwige dood, gedoemd om voor altijd zonder God te moeten zijn. Maar gemeente, die straf die is gedragen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Die woorden van Jesaja die klinken door in de eerste Petrusbrief aan het eind van hoofdstuk 2. Meer dus dan een voorbeeld. Christus is onze verlossing. Hij is de grond voor je hoop. Want gemeente, dat was het uitgangspunt, weet u nog? Jullie zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. Ik moet dat vanmorgen nog even ophalen, dat u straks het verband goed zult zien. Daar was Petrus zijn brief mee begonnen. Christus is in je bestaan, in je hoofd, in je hart gekomen. Die naam heeft betekenis voor je gekregen. Niet maar als een historisch figuur. Nee, die naam betekent wat voor je. Je hebt hem lief gekregen als christen. Je bent gaan zien en al meer gaan zien dat de wereld zonder Christus inderdaad een verloren zaak is. En dat ook jouw eigen leven zonder hem een verloren zaak is. Maar dat hij je verlost van al je zonden. En dat hij je met de woorden van Petrus in hoofdstuk 1 een eeuwige erfenis dan geeft. De erfenis van het eeuwige leven. Nou, daar mag je op hopen. Dan ben je opnieuw geboren tot een levende hoop. Daar ga je hopen. Daar ga je naar uitzien. Daar wil je in delen. Dat moment dat alle tranen van de ogen worden afgewist. Dat er geen rouw meer is. Dat er geen dood meer is. Geen zonde die je kwelt. Gemeente, hoe kunnen we daarna verlangen toch? Dat je gered wordt uit al het duister wat er is. En dat anderen eruit gered worden. Gemeente, als u daarop hoopt,
als dat je bij Christus heeft gebracht. Als je dat van hem verwacht. Ja, dan ben je werkelijk christen. Opnieuw geboren tot een levende hoop. Kijk, en dan zouden we kunnen zeggen vanmorgen, nou ja, dan, als dat zo is in je leven, dan ben je er. Daar gaat het toch om. Dat heeft u misschien altijd wel zo geleerd, dat je opnieuw geboren wordt. Dat de geest dat doet in je hart en leven. En dat je met Paulus kunt zeggen, niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Maar gemeente, dan bent u er niet. Dan begint het pas. Want als die hoop je in bezit genomen heeft, dan verandert dat je leven. Dan kom je anders in het leven te staan. Gemeente, het is niet zo dat het alleen maar om onze eeuwige toekomst gaat in het evangelie. En dat je dan verder zou kunnen zeggen, nou ja, de rest dat is dan misschien bijkomstig. Dat kan eventueel. Als je nou maar weet dat je in de hemel komt, dat Jezus je zonde vergeven heeft, nee, dan begint het pas. Dan komt het erop aan. Hoe leef je nou? In de tijd van je vreemdelingschap. Als de mensen je een vreemdeling vinden, zijn gaan vinden, en als je jezelf zo ook voelt in de wereld om je heen, ten diepste niet meer thuis in die wereld, omdat je van Christus bent, omdat je hem hebt leren kennen. Hoe doe je dat? Nou ja, gemeente, dat is een belangrijke vraag, ook voor ons. Ik vroeg u daarnet, vindt u het nou makkelijk of moeilijk? Christelijk te leven. Op zo'n vraag zijn er natuurlijk allerlei verschillende antwoorden mogelijk. Misschien dat u zegt, nou ja, ergens is dat wel heel makkelijk, want er wordt ons niks in de weg gelegd. Wij kunnen in ons land, in onze maatschappij, kunnen wij vrij uit ons geloof belijden. We kunnen zonder enig probleem hier naar een kerk komen. Er is geen bedreiging. Dat is makkelijk, als je daarbij vergelijkt wat christenen in de vervolgde kerk moeten meemaken. Dat is heel wat anders. Toch, gemeente, als je erover nadenkt, christen zijn, ook op maandag. Misschien dat u zegt, ja, ik vind het ook wel moeilijk. Want hoe doe je dat? Wat houdt het nou in? Een christen die heeft bepaalde normen en waarden, bijbelse waarden die van onopgeefbare betekenis voor je zijn geworden. En dan ook normen die daaruit voortvloeien. De Bijbel als je kompas. Ja, maar welke richting moet het op? Hoe doe je dat nou in de praktijk? Zeker als je ook ziet dat christenen onderling daar ook nog wel eens van kunnen verschillen. Waarom zou je het ene nou wel doen en het andere niet? De een die zegt het kan wel en de ander zegt het kan niet. En gemeente, op een andere manier kan dat ook moeilijk zijn, dat christelijke leven. Want als je dan met de Bijbel in je hand ervan overtuigd bent dat iets niet in orde is, dat het niet naar de wil van God is en dat je je daar verre van moet houden. En Petrus die somt een heel rijtje op in vers 3. Uitingen van losbandigheid, begeerten, dat zijn seksuele begeerten hier, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei afgoderij. Ja, daar was de wereld van zijn dagen vol van. Onze wereld ook. Evengoed. Maar dan is het nog niet altijd zo gemakkelijk om je daar dan ook echt ver van te houden. Om er niet aan mee te doen. Zeker niet als alle anderen om je heen er wel aan meedoen. Nou gemeente, dat is de reden dat Petrus ons vanmorgen verder onderwijs geeft. En het eerste dat hij aan het begin van hoofdstuk 4 dan zegt, dat is dat wij een wapen nodig hebben. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Dubbele punt, wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zon. Jezelf wapenen met een gedachte. Dat is iets waartoe we geroepen worden. Dus dat wij ons iets inprenten. Iets wat we moeten onthouden, waar we ons aan moeten vasthouden. Wat je zo steeds opnieuw uit je herinnering kunt terughalen dus. Het moet als het ware vooraan liggen in onze aandacht. En die gedachte is, wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde.
hier weer wijst Petrus eigenlijk naar de Heer Jezus. Kijk daarvoor naar hem. Je leest het aan hem af. Hij heeft ook in het vlees geleden. Dat staat hier net voor in hoofdstuk 3 vers 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was. Hij zocht alleen maar het goede voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Nou gemeente, zo moet je nou als christen, zegt Petrus, zeg maar hetzelfde besluit nemen. Mag ik dat zo zeggen? Ja, wij besluiten niet zoveel. Het is de geest die het ons leert, door het woord. Maar dat je dan de weg van gehoorzaamheid gaat. Zoals Jezus de weg van gehoorzaamheid aan zijn vader ging. En daar had hij lijden voor over. Toen het moeilijk werd, toen zei hij niet, well, nou, dan laat ik het nou maar even gaan. Nee, zo moeten wij nou ook in de voetsporen van de Heer Jezus gaan. Ook gemeente, als het moeilijk zou worden. Als christen zijn voor u, voor jou, misschien meer gaat betekenen, meer offers vraagt, dan dat tot nog toe het geval was. Zou u het ervoor over hebben? Offers brengen. Petrus zegt, je moet Jezus navolgen, ook daarin. En dat brengt dat met zich mee. Lijden in het vlees. En daar moet je je mee wapenen. Een wapen gebruik je als er gevecht op komst is. Dan pak je je wapen. En het kan best wel eens zijn dat wij dit wapen zo lang niet nodig hebben gehad, want we leven zo lang al in vrede, dat we het vergeten zijn. Dat bij christen zijn lijden hoort. Dat als je Jezus dient, dat het betekent dat je andere dingen niet meer kunt dienen. Niet meer kunt doen. Dat je daar verre van te houden hebt. En de zonde, gemeente, is een macht waartegen je moet vechten. Dat doe je niet even zomaar. Het is de macht van de boze die zijn invloed op uw en mijn leven uitoefent. En hij wil ons laten struikelen. Hij wil het zo maken dat je gaat twijfelen. En dat je bij Jezus vandaan raakt. Dat je hem niet meer zult verheerlijken in je leven. Maar gemeente, wil u, als u daartegen bestand wil zijn, dan kunt u maar één ding doen. En dat is dat u zich wapent met deze gedachte. Dat die zonde en die duivel niets meer over je te zeggen hebben. Je bent niet meer in de macht van een zinloze levenswandel. Je bent niet meer in de macht van de boze die uiteindelijk alles leeg en chaotisch wil maken. Zodat je in radeloosheid en met richtingloosheid uiteindelijk ten onder zou gaan en de eeuwige dood zou sterven. Dat is waar die op uit is. Hij is op niks goeds uit. Maar wapen je met dezelfde gedachte als die Christus heeft gehad. Dat je voor de zonde dood bent. En dat dus betekent dat je niet langer de zonde dient. En als dat lijden met zich meebracht, ja, zegt Petrus, dan is dat genade bij God. Dat je achter de Heer Jezus aan mag gaan, ook in die weg. Wapen je ermee? Hoe doe je dat dan? Dan moet je dus steeds opnieuw de Heer Jezus in gedachten nemen. Dan moet je steeds opnieuw leven daarbij die pit van het evangelie. Het lijden en het sterven van onze heiland en zijn opstanding uit de dood. Dan moet je stilstaan bij die overweldigende liefde die daaruit spreekt voor u en mij. Dat hij nou stierf voor jou. Dat hij weet wie je bent.
zichzelf gegeven heeft. Opdat hij je tot God zou brengen. Hij kent je verleden, hij kent je heden, hij kent zelfs je toekomst. En toch, ondanks wie je bent, ondanks je zonde, heeft hij je lief en is hij je genadig. Gemeente, als u daar uw gedachten laat verblijven, zeg maar even aan de voet van het kruis, dan krijg je munitie om te vechten tegen de zonde en tegen de macht van het kwaad. Elke keer als dat tot je komt en als dat tot je kan komen, hier in de kerk, als je je Bijbel leest, als je bidt, wat het ook maar is dat het je te binnen brengt, gemeente, dan krijg je je wapen in handen om niet voor de zonde te leven. Want als hij dat ervoor over heeft gehad, als hij zo zijn leven heeft gegeven, ja, dan wil je toch niet meer de zonde zoeken, het kwade doen. Heilig dan je leven voor hem. En gemeente, dan zijn we al bij 2 aangekomen. Leef bewust. Want u merkt al, dat vraagt dus een hele bewuste levenswandel. Christelijk leven is bewust leven. Als de Heer Jezus je heeft losgekocht uit de macht van de boze. Maar dat tegelijkertijd die boze met zijn macht nog wel altijd om je heen is. Ja, hoe doe je dat dan? Hoe verhoud je daartoe? Nou, in vers 1 zegt Petrus, wapen je met die gedachte dat de Heer Jezus de zonde niet gediend heeft en daarvoor geleden heeft. Je bent voor de zonde dood, doordat hij het voor je gedragen heeft. Hij heeft je ervan verlost. Maar dan gaat hij in vers 2 verder. Om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen te leven. Christelijk leven, gemeente, dat is bewust leven. Waar moet je dan van bewust zijn? Nou, het gaat om de vraag, waar gaan mijn verlangens nou eigenlijk naar uit? Petrus die maakt in dit gedeelte heel duidelijk welke vraag wij ons moeten stellen. Om voor jezelf te onderzoeken of iets christelijks is of niet, moet je onderzoeken wat het doet met je hart. Waar gaat je hart naar uit? Want gemeente, daar wordt het gevecht gevoerd. In je verlangens, in je wil. Volg je je eigen wil? Volg je die van de mensen om je heen? Of richt je je wil op de wil van God? En Gods wil is dat we hem lief hebben, boven alles en onze naast als onszelf. Kijk gemeente, in het hart van een christen, daar zijn verlangens. En die verlangens die kunnen wel of niet overeenkomen met de wil van God. En vanuit onszelf komen ze niet overeen. Maar als je hem hebt leren kennen, ja, dan is daar die nieuwe mens, zo spreekt Paulus erover, een oude en een nieuwe mens. Die inderdaad gaat willen wat God ook wil. Dat komt overeen met zijn liefde. Als je het goede voor een ander zoekt, als je God zoekt. En er zijn ook verlangens die je ervan weg zouden leiden. Kijk maar naar vers 3. Losbandigheid, seksuele begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen, walgelijke afgoderij. Met even de zaakjes, wil dat zeggen dat je maar beter helemaal nooit meer een feest kunt houden? Nee. Jezus die was zelf aanwezig. De bruiloft in Cana. Die heeft daar gefeest. Zeker. Maar gemeente, God is wel tegen die feestjes waarbij je jezelf helemaal verliest. Waarbij je God niet kunt dienen, je naaste uit het oog verliest. Door te veel alcohol bijvoorbeeld. En je stapt vervolgens achter het stuur. Of als je de volgende morgen weer moet werken. Maar je verliest je baas, je klant, de ander uit het oog. Omdat je de avond ervoor al te lang was wezen stappen. Gemeente, waar zijn uw verlangens op gericht? Waar gaat jouw hart naar uit? Naar het kwaad, wat zo aantrekkelijk kan lijken. Want dat is zo, kan
laat zien of je voor Christus leeft of niet, of je van hem bent of van jezelf. Leef bewust. Wees je bewust van je roeping. En dat is God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En gemeente, als je verlangens een andere kant op gaan, trek dan een grens. Een grens in de tijd en een grens in de ruimte. De christenen in Klein-Azië, die hebben een grens in de tijd getrokken. Ze hadden een heidens verleden, dat weten ze nog heel goed. Daar leefden ze gewoon in, ze wisten ook niet beter. En ze lieten zich als dode vissen op de stroom meedrijven van het heidendom. Bij het heidendom, gemeente, gaat het erom dat jij aan je eigen trekken komt. Al die afgoden die er toen waren, dat waren eigenlijk allemaal een soort van... dat je het groter maakt wat jouw eigen wens is. En dan komt er een afgod en dan ga je aan die afgod vragen of die het wil doen. Dan hoop je dat je het krijgt. En dat is iets wat jij wil, jouw ideaal. Dat zijn afgoden. Dat zijn nietsen. Het is wat uit ons eigen hart naar boven komt. Nou, daar hadden ze zich op laten meedrijven. Maar nou zijn ze levende vissen geworden. En die zwemmen tegen de stroom in. Er is voor hen een grens getrokken in de tijd. Dat is het moment dat ze van dood levend werden, dat ze tot geloof kwamen, dat hun leven zich vernieuwde. En natuurlijk, dat is niet altijd van de een op de andere dag dat je dan helemaal een nieuw leven hebt. Je gaat het steeds meer ontdekken. Maar wacht eens, die afgod, dat gaat niet meer. En die ook niet. Geen enkele afgod gaat meer. En die zwelgpartijen, en die lasterpraat, en noem het allemaal maar op. Het past niet bij de weg die Jezus ging. Dat moet je laten, zegt Petrus. Dat is geweest, dat is van vroeger. Daar heb je lang genoeg over gedaan. Wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. Het is een keer genoeg, gemeente. Het is een keer klaar. Zo moet je het beleven. Dat oude leven, die oude mens, die steeds weer de kop opsteekt. Als je van dood levend bent geworden, dan ligt daar een grens. En trek dan ook een grens in de ruimte. Tijd en ruimte. Waar doe je nou wel en niet aan mee? Waar ben je nou wel of niet? Dat doet ertoe. Dat vraagt een bewust leven, een kritische houding. Want vers 7, het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Gemeente, waar ligt voor u, voor jou de grens? Waar trekt u? Waar speelt uw gevecht zich af? Gaat u het gevecht aan of laat je het lopen? Laat je je meedrijven? Hoop je dan maar dat God het je niet zal aanrekenen. Want het is waar, er is vergeving. Wanneer wij in zonde gevallen zijn, Johannes die maakt dat zo mooi duidelijk in zijn brief. We hebben een voorspraak bij de Vader. En je mag met al je zonden en elke keer als je weer gestruikeld bent, bij hem komen. Houd dat ook in gedachten. Wapen je daar ook mee. Dat je ook op die manier voor de zonde dood bent. Dat het je niet meer aanklaagt. Maar gemeente, dan wordt u wel geroepen. Om te strijden, gewapend en bewust. En een grens te trekken in tijd en in ruimte. Dat deed ik vroeger, maar dat doe ik nou niet meer. Daar kwam ik vroeger, maar daar kom ik nou niet meer. Daar ging vroeger mijn hart naar uit. Maar nou niet meer. Dat je zo aan Gods hand wandelt. Met je ogen gericht op het doel, want dat is nog het laatste. Leef dan doelgericht. De tijd waarin je leeft is de tijd die nog overblijft in het vlees. Een blessuretijd dus. Zoals bij een voetbalwedstrijd blessuretijd wordt bijgerekend. Gemeente, wij leven als christenen in blessuretijd. Het einde is in zicht. De tijd is vol. Jezus Christus is gekomen. En je bent dus onderweg. Of niet? Naar een eeuwige erfenis. Je bent hoe dan ook onderweg naar de ontmoeting met God, want dat is iedereen. Ook de gelovigen, die ongelovigen, zo zegt Petrus, die om jullie heen leven en die het jullie ook soms moeilijk maken. Die jullie maar vreemd vinden.
die vreemd vinden dat jullie niet meer meedoen. Vers 4. In die uitbarsting van losbandigheid. Maar weet, vers 5, ze zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Weet je, naar dat moment zijn we alle onderweg. Jij ook. Ik ook. En hoe zal dat zijn? Wat heb je dan gedaan in je leven? Heb je dan het kruis achter de Heer Jezus aangedragen? Het kruis van het navolgen van hem met al datgene wat dat betekent en wat het je dan ook kost. De offers die je moest brengen. Of niet? Heb je je eigen leven geleefd? En was dat het? Petrus die wijst ons erop, hou het doel in het oog. Houd je ogen gericht op de toekomst en denk dan maar aan het jaarthema, hou vol. Er komt een moment dat zij die het je nu moeilijk maken, zich ook moeten verantwoorden tegenover de Heer. We zijn op weg naar dat moment dat we rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Dan sta je voor Gods rechterstoel. En waar komt het dan op aan? Of je dan voldoende goede dingen hebt gedaan, of je niet al te veel verkeerde dingen hebt gedaan? Nee. Nee. Bent u door het geloof aan Christus verbonden? En is hij uw hoop, uw verlosser? Heeft u op hem uw vertrouwen gesteld? En ben je daarom in hem gestorven aan de zonde en opgestaan in een nieuw leven? Leven dat nooit volmaakt is, maar waarin je wel mag geven in die weg waartoe u geroepen wordt. Gemeente, wij leven zo voor Gods aangezicht en dan doet het ertoe welke weg je gaat. We zijn hier met een missie, met een opdracht. U wordt geroepen om gericht te zijn op het goede. Wat dat in de praktijk betekent? Nou, dat leest u vanaf vers 8. Heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij. Wees maar gastvrij. Zonder morren. Laat ieder de andere dienen met de genadegave. Zoals die ontvangen heeft. Als u een genadegave van God ontvangen heeft, dien een ander ermee. Niet voor jezelf houden alleen. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Gemeente, zo wordt u geroepen om u te wapenen. Bewust christelijk te leven en het doel voor ogen te houden, de ontmoeting met Christus. Gemeente, laten we dan zo onze weg gaan. Ik hoop dat u hem gaat. Gaat u mee. Op reis. Door de blessuretijd heen naar een eeuwige erfenis die is weggelegd voor alle die God vrezen. Dan mag je aan Gods hand gaan. In afhankelijkheid van hem. Zijn hulp verwachtend, mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat u het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk. Goed. Amen.
danken u dat we onderwijs van u mochten ontvangen. En u vuurt ons aan tot het doen van goede werken. Heere, dat is niet de grond waarop we zalig worden. Dat bent u, Heere Jezus. Maar net zoals u uw weg ging, goed doend, de vrede zoekend. En Heere, dat kwam u op lijden te staan. Ja, dat bracht u zelfs naar het kruis. Zo mogen wij achter u aangaan. Om te lijken op u, Heere Jezus. En Heere, u weet dat dat soms nog maar zo weinig in praktijk gebeurt. Heere, vergeef ons al onze zonden. Geef ons ook bewustzijn van dat wat niet goed is. Dat we ons niet als dode vissen op die stroom dan maar laten meedrijven, maar dat we levend worden in u en door u en door uw geest tot leven gewekt en de kracht ontvangen om tegen de zonde te strijden, die te haten en te laten, opdat u verheerlijkt wordt en opdat anderen de vrezen van uw naam aan ons kunnen aflezen. Heere, geef dat we zo ook gemeente zijn. Dat we zo christen zijn. Ook in deze wereld, op de plekken waar u ons brengt en stelt. Dat we goede vertegenwoordigers, ambassadeurs mogen zijn van uw koninkrijk. Wij danken u dat u in deze dienst uw woord aan ons gaf. Wilt u met uw Heilige Geest dat ook tot vrucht laten komen in ons leven. Ga met ons mee als we straks naar huis gaan. Wilt u ons leiden over de wegen en wilt u ons vanmiddag weer hier in uw huis ook brengen. Als uw woord opnieuw mag opengaan. Heere, laat het tot ons spreken. Geef dat we daarin ook gevormd mogen worden. Ook vanuit de belijdenis. Hoor naar ons gebed. In de vergeving van wat niet was. In spreken en in luisteren naar uw wil. Uit genade alleen. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 40, daarvan het vijfde vers, en u krijgt vooraf gelegenheid om uw gave te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk.
vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.